Pearl Harbor is nog altijd bekend om de aanval van 7 december 1941 door Japan. Wat zeg je? Illuminatie zit ook achter de aanslag in Londen en Manchester. In 1992. 4 oktober. 4 oktober 1992. Een vliegtuig gestort. En toen kreeg ik, de middag dat die online stond, van Leon een berichtje met... Wat doet dit frame in dat intro? In de helm van een astronaut van de Apollo 12 missie is een onverklaarbaar object te zien. Volgens critici zou het wel eens om een studiospot kunnen. 9/11 is een van de dingen die onder complotdenkers het allerinteressantste onderwerp is ofzo. Want er zijn ongelooflijk veel complottheorieën over 9/11. En nou, dit is geen 5G zendmast. Toch hebben verschillende mensen al geprobeerd om dit soort masten in de fik te zetten. Een uitspraak die om de zoveel tijd weer terugkomt in bepaalde complottheorieën, vooral complottheorieën die gaan over vliegtuigcrashes, zijn het Coventry Air. Op 22 november 1963 wordt John F. Kennedy, de president van Amerika, neergeschoten. Dit is heel irritant. Kijk, je weet dat Bill Gates zegt dat de wereld overpopulated is. En dat daarom iedereen met een vaccin beschermen eigenlijk heel dom zou zijn. Omdat bijvoorbeeld over een paar jaar we de wereld wel eens zouden moeten uitdunnen. Wat denk jij daarvan? Ja. Zie jij mensen zoals Bill Gates die heel veel geld hebben en de macht om veel dingen te doen als een gevaarlijk iemand? Het kan toch zijn, maar... Bill Gates vertrouw ik wel. Maar als... Vind jij dat je in de maatschappij van vandaag kan zeggen... dat je de wereld overpopulair vindt dat er te veel mensen op de wereld leven? Nee, vind ik niet. Dat vind je niet toepasselijk. Stel, nee. Mark Rutte zou in een persconferentie zeggen... eigenlijk leven er net iets te veel mensen op deze wereld. Dat zou je niet prettig vinden. Nee, dan voel ik me toch wel een beetje aangevallen of zo. Ja, precies. En, maar als zo iemand als Bill Gates het zegt, heb je dat niet? Minder snel. Normaal duurt het testen van een vaccin ongeveer 15 jaar. Je weet dat we nu de tijd met corona niet hebben. Waarom zouden we nu dan straks binnen 1,5 jaar al vertrouwen kunnen hebben in zo'n vaccin? Niet. Dus het is een soort van gokken met mensenlevens? Ja, maar ook gewoon een beetje beloven dat mensen zich comfortabel voelen en zo. Want je denkt dat dat vaccin nog wel wordt uitgesteld, de echte datum daarvan? Ja, dat denk ik wel. En hoe denk jij dat we komende, tot de tijd dat echt dat vaccin er is, moeten zorgen dat corona niet veel verspreidt? Denk je dat de maatregelen die er op dit moment zijn, voldoen? Ja, mensen houden zich er gewoon niet aan, dus dat is lastig. Maar ik weet niet, ik denk eigenlijk wel dat er een tweede lockdown gaat komen, maar... Ja, inderdaad. Ik denk dat dus ook de hele tijd. Maar het is een beetje zo... wat op dit moment het een beetje is, is... Er zijn altijd mensen die houden zich nog de hele tijd aan de regels. En dat zijn de mensen die blij zijn bij elke versoepeling. Die denken bij elke versoepeling weer... Yes, we mogen weer wat meer. Maar er zijn ook mensen die denken als de regels weer zwaarder worden... Ja, maar nu ga ik me er gewoon niet meer aan houden. Denk jij dan dat het telkens strenger maken van de maatregelen... helpt als toch juist meer mensen zeggen... Ja, maar als je het nog strenger maakt, hou ik me er niet meer aan. Ik weet het niet. Ik denk uiteindelijk wel dat het toch helpt. Maar dat je gewoon strenger moet gaan handhaven dat mensen zich daar echt aan houden. En zo. Met boetes op 1,5 meter en dat soort dingen. En denk jij dat iets zoals massaal mondkapjes op school of zoiets, wat nu de maatregel is, kan helpen? Waarom niet? Gewoon, het werkt niet. Zeg maar die mondkapjes, je kunt niet... Je kunt moeilijk naar iemand toe gaan en zeggen van... joh, je moet een mondkapje op. Want je kunt niet heel veel... zeg maar echt verplichten in de zin van een mondkapje. Omdat het ook gewoon niet... Het zit niet chill. Het voelt niet fijn. Je ademt amper. En het is gewoon niet handig. Denk jij dat veel mensen... Komende week is de allereerste testweek met de mondkapjes op het Cordelius. Denk jij dat veel mensen zich er echt aan gaan houden? Of dat het eigenlijk na een weekje al eigenlijk weer helemaal weg is? Ik denk binnen een week. Want aan het begin van het jaar moesten we naar buiten elke pauze. En toen was het ook zo dat eigenlijk na 1-2 weken niemand meer naar buiten ging. Tot ze weer gingen omroepen van, yo, ga naar buiten.
Dus zou het zo niet hetzelfde gaan met de mondkapjes? Ik denk het eigenlijk wel. Maar ik denk dat het niet zo lang hoeft te duren. Ik denk dat mensen morgen en overmorgen, of ja, maandag en de dinsdag van die week, dat ze dan nog wel mondkapjes dragen en zo, maar dat ze daarna echt al denken van nee. Ja, precies. Zo verwacht ik het ook. Dus ik wil zelf wel op zich mijn best doen om het te doen. Maar het is een beetje, je merkt wanneer je de populatie wel of niet mee hebt. Als uiteindelijk niemand het doet, dan loop je daar als enige met je mondkapje. Dat is ook weer zo gaar, snap je? Daarom, groepsdruk. Ja, precies. Op dit moment worden heel veel mensen getest tegen corona. Maar het is een beetje zo dat als je je laat testen, dan moet je in quarantaine. Maar als je uit je quarantaine gaat, omdat je test negatief was, kan je toch binnen een dag dat virus weer oplopen. Dus wat voor zin zou het hebben om je te laten testen? Is er een soort interview of zo? Je vraagt, stelt wel een vraag. Nou, jij bent de expert vandaag. Oh, ik ben de expert. Ja. Ja, het heeft wel degelijk zin om te testen. Nee, dat vind ik echt een rare zin. Nee, maar ik denk dat het wel zin heeft om te testen. Hey! Er is natuurlijk... Ik was zelf voor Stefan de Vries houding. Nee, ik schreeuw niet. Ik zeg gewoon hey. Gewoon... Er is natuurlijk een kans dat het virus zich zo erg muteert dat niet een vaccin meer werkt. Dus dat we straks, als we het vaccin hebben, het virus zich zo snel muteert dat het niet meer werkt, het vaccin. Hoe zouden we het dan ooit nog op kunnen lossen? Mijn antwoord zou bijna niet zijn, maar niet. Dat klinkt niet heel hoopvol of zo. Niet, we gaan allemaal dood. Ja, je kan niet eeuwig 1,5 meter afstand houden, want nu na 6 maanden merk je al dat heel veel mensen het niet doen als je kijkt naar Willem II supporters en ministers van Justitie en Veiligheid. Mm-hmm. Dus nu lijkt het me nog lastiger als ze nog heel lang dit soort maatregelen aan gaan houden. Omdat steeds minder mensen zich eraan gaan houden en er eigenlijk geen einde van de tunnel zicht is. Dat vaccin zien ze altijd als het einde van de tunnel. Maar als dat straks niet werkt of iets in die richting, dan zit je mooi met de koude kleren thuis. Ik weet niet of dat een uitdrukking is, maar in ieder geval zit je dat wel. Ja. Oké, dan is het natuurlijk ook belangrijk. Je weet dat het wel eens gebeurt in de politiek dat er gelogen wordt over bepaalde dingen. Dat de politiek zegt het komt wel goed, het komt niet goed. Dat soort dingen. Hoe weten wij zeker dat we op dit moment de politiek kunnen vertrouwen? Of weten we dat niet zeker? Dat is het antwoord op mijn vraag. Bekijk deze video voordat die verwijderd wordt. Welkom, we wouden jou heel even iets vragen eigenlijk. Ja. En daardoor hadden we jou nodig. We wouden jou eigenlijk vragen of de maanlanding nep is. Ja, het is net zo echt als Australië. Ja, dat is wel heel nep inderdaad. En is Kennedy vermoord door de Russische geheime dienst? Ja, dat weet ik niet meer. Tijdens persconferenties van de overheid zien we af en toe voorbij komen kleine frames met daarin eet popcorn of drink cola.